Goedemiddag, gemeente en gasten. Weet u en jou hier in de kerk of verbonden via de livestream van harte welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom ook aan de luisteraars van de Stilok, waar deze dienst vanmiddag wordt uitgezonden. In deze dienst gaat dominee Mulder voor en het thema van de dienst is tot uw dienst bereid. Het Bijbelgedeelte dat we lezen, dat is 1 Timotheus 3. En we staan ook stil bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30 en 31. Zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand is het vandaag diaconale zondag. En net als vanochtend is de collecte ook vanmiddag bestemd voor de poster. Zoals gezegd, de vele activiteiten die daar ontwikkeld worden en al plaatsvinden, die zijn naast de zegen van onze God afhankelijk van de financiële draagkracht. En als diaconie zijn we dankbaar dat we dankzij uw steun dit werk al een tijd kunnen ondersteunen. En ook vandaag bevelen we deze collecte van harte bij u aan. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk, die kunt u overmaken op de bekende wijze. We gaan nu de psalm zingen die een deel van de jongens en meisjes op school hebben geleerd. En dat is psalm 21, vers 5. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het in het bijzonder over ambtsdragers. Waarom die geroepen zijn en waartoe die geroepen zijn. En daarom zingen we ook psalmen die daarbij passen. Daarom zingen we nu uit psalm 135, vers 1 en 2. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaderd. Thank you.
Vanmiddag doen wij belijdenis van ons geloof. En vervolgens zingen we Psalm 133, vers 1 en 3. En dat mogen we bidden als een, ja, zingen als een gebed. Dat dat zo mag zijn in de gemeente, dat dat zo mag zijn ook in de kerkraad. En ik wilde vanmiddag het geloof belijden aan de hand van zondag 21 van de catechismus. En dan vraag en antwoord 54 en 55. En er wordt gevraagd in vraag 54. Wat gelooft gij aangaande de heilige katholieke kerk? Dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde zich uit de gehele mensheid een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt. En dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Het antwoord: ten eerste dat de gelovigen allen tezamen en ieder persoonlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. Ten tweede, dat ieder zich geroepen moet voelen om zijn gaven tot nut en heil van de andere leden bereidwillig en met vreugde te gebruiken. Amen. Voordat we samen gaan lezen uit 1 Timotheüs 3, zullen we ons gebed tot God gaan. We zullen samen voorbeden doen voor Mirte Bosma van de Equal 4. Zij is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een blinde darmontsteking en zal vanmiddag geopereerd worden. Zullen we samen tot God gaan. Heer onze God, u vergadert uw kerk. U bent het zelf die ervoor gezorgd hebt dat er in Nederland gemeentes van u zijn. U bent het zelf die ervoor zorgt dat wij vanmiddag mogen samenkomen. Het is uw werk, Heere,
En dank u wel dat we hier dan mogen zijn. Dank u wel dat we deze dienst ook op afstand kunnen meebeleven. We danken u voor al uw werk aan ons gegeven. Uw werk in al die eeuwen door. Hoe u zelf voor gezorgd heeft dat uw evangelie ook hier kwam. Dat u ook hier uw kerk wil bouwen. Het is iets waar we geen recht op hebben, maar waar we u van harte voor willen danken. We danken u voor de broeders en zusters die in al die eeuwen al gaven van u gekregen hebben. Om in te zetten voor uw koninkrijk. Om in te zetten in de opbouw van uw gemeente. En we danken u dat we als gemeente ook een voltallige kerkraad mogen hebben. We danken u, Heer onze God, Vader in de hemel, dat u tot de opbouw van uw kerk predikanten, ouderlingen en diakenen gegeven hebt. We danken u dat er mensen zijn van goede getuigenis, die gaven van uw geest hebben ontvangen. En we bidden u, Heren, in het bijzonder ook voor ons als kerkenraad. Verleen ons meer en meer wat we in onze bediening nodig hebben. Geef ons wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, omdat ieder van ons zijn ambt zal vervullen naar uw wil. Schenk ons als kerkenraad uw genade, dat wij in onze arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te vertragen. Verleen zo, ook door het werk van de kerkenraad, uw zegen aan onze gemeente, zodat we elkaar zullen bijstaan, elkaar zullen vasthouden als dwaalleer op ons afkomt, dat we elkaar op zullen scherpen waar verleiding ons wegtrekt, dat we elkaar zullen wijzen op de dienst van barmhartigheid. Zegt u dominee Van der Ree en mij als predikanten die in het bijzonder verbonden zijn aan deze gemeente, leid ons, Heren, als ambtsdragers van u. Ook als er een beroep uitgebracht is van de gemeente van Ede, Heren, ook dat leggen we nu voor u neer. Geef dominee Van der Ree wijsheid in deze situatie. Heren, zegent u de ouderlingen. Help hen in het opzicht houden op de leer. Zegent u ze in hun voorgaande gemeente. Geef dat de goede bezoeken mogen plaatsvinden. Dat er goed leiding mag worden gegeven. Omdat uw kerk gebouwd wordt, Heren. Zegent u de diaken in hun dienst van barmhartigheid. Zegent u ze in het toerusten van de gemeente, in het voorttrekken van die rol die u voor ons in petto heeft. Heren, zo kijken we op naar u. En bidden u in het bijzonder vanmiddag voor de ambtsdragers. En we zijn dankbaar, Heren, voor de predikanten, de ouderlingen, de diakenen die in de afgelopen decennia hebben mogen dienen. Die verschillende in ons midden zijn of op afstand verbonden. We danken u voor wat u hen gegeven hebt. En voor wat we in hen mochten ontvangen. In onze gemeente, maar soms ook op andere plaatsen. Heren, dan denken we ook aan diegenen die hun geliefde moeten missen. Misschien iemand die ambtsdrager geweest is. Die ons nu ontvallen is. Door de dood is weggenomen. Heren, u weet hoe dat is. Troost u, wees ons nabij. Heren, zegent u ook ons als we misschien wel willen dienen in het ambt. En misschien wel hebben mogen dienen in het ambt, maar door ziekte beperkt zijn. Dat we niet kunnen doen wat we graag zouden willen, wat onze hart ons ingeeft. Heren, wij kijken op naar u. Want wij zijn kleine, kwetsbare mensen. En we bidden u, Heren, om uw zegen voor onze gemeente. Voor de mannen, voor de vrouwen, voor de ouderen, de jongeren. Heren, dan vanwege het onderwerp van vanmiddag bidden we in het bijzonder voor de kerkenraad. Heren, er zijn zoveel meer mensen die een taak hebben in onze gemeente. Denk aan de koster. Denk aan al het werk wat gedaan wordt door de commissie van beheer. Verenigingswerk, jeugdpastoraal werkers. Heren, werk wat veel dames doen, ook in het bezoeken. In de dingen regelen in de wijk. We danken u, Heren, voor alle dingen die georganiseerd en spontaan mogen gebeuren. En we vragen u, Heren, bind ons zo samen rondom uw woord in verwondering over uw genade. We bidden u tegelijk, Heren, verbreek het werk van de boze. Hij drijft ons graag uit elkaar.
Heer, we zijn verschillend en Hij zal die verschillen graag groter maken, zodat we niet samen optrekken, zodat er geen vrede is en er geen liefde woont, maar een verdeeldheid is. Wij bidden U, Heer, leid ook deze gemeente van U. Doe dat in ons midden, maar ook in het werk van de poster. Zegent U andere kerken hier in Veenendaal. We bidden U voor ons kerkverband. Heer, er speelt van alles. U weet wat dat doet. Heer, laat het zijn tot Uw eer en niet tot afbraak. We kijken op naar U, Heer. Geef Uw zegen over de voorbereidingen voor de generale synode. We vragen U ook, Heer, roep mensen. Zend mensen in Uw dienst. Misschien nu nog niet actief daarin. Maar Heer, U weet hoe U jongeren ook kneedt en vormt om ze eenmaal gereed te maken voor een taak in Uw koninkrijk. We bidden U, Heer, voor opleidingen daartoe. Bijzonder denken we aan onze theologische universiteit in Apeldoorn. Heer, geef Uw zegen over alles wat daar gebeurt. Geef dat Uw geest daar werkt en mensen klaargemaakt worden voor het predikantschap, maar soms ook hele andere taken in Uw koninkrijk. Heer, verheerlijk Uzelf. Door alles heen. We bidden U, Heer, voor de wereld om ons heen, waarin ook veel onrust is en de behoefte is aan duidelijk leiderschap. En Heer, dan denken we ook aan het stemmen van de Europese Unie. U weet, Heer, dat we 6 juni naar de stembureaus mogen. Heer, geef dat deze stemmingen goed mogen verlopen. Zegent U de uitkomst en geef dat we als christenen in Europa een rustig en stil leven mogen leiden. Heer, zo kijken we op tot U. Dat U ons zegenen. Of nu ambtsdrager zijn, ambtsdrager geweest zijn, of nu een actieve taak hebben of juist meer in de rustmodus gekomen zijn. We kijken op naar U. In het besef dat ook dit Uw gemeente is, bouwt U ons dan hier. In het allerheiligst geloof zegt U ook de parel, zegt de oppas. Zegt U de mensen die op afstand verbonden zijn van onze gemeente, maar wellicht ook gasten via de stilok. Laat helder en duidelijk mogen zijn, Heren. In het bijzonder willen we vanmiddag ook vragen om Uw zegen voor Mirthe Bosma. U weet, Heren, van de pijn naar buik, de blinde darmontsteking en ja, omdat de ontstekingswaarden zo hoog zijn dat ze toch nu al geopereerd moest worden. Heren, geef een gezegende ingreep die misschien plaats moet gaan vinden of nu plaatsvindt. Heren, wij kijken op tot U, dat U bij haar zijn. Zegt U Martin en Elise als vader en moeder. Zegt U Rosanne en Jurgen. Zegt U heel hun familie. Geef dat we verblijd mogen worden met Uw zegen. Ook over deze ingreep. Heren, zo kijken we op tot U. Bouw Uw koninkrijk. Opdat wij U eren. En U van harte dienen. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmiddag zijn. Het is vast geen verrassing dat God heel graag wil dat iedereen, ouderen en jonge mensen, de Heere God willen dienen. God roept iedereen om Hem te dienen en dat deed Hij ook al in het Oude Testament. Maar God roept ook sommige mensen in het Oude Testament, nu als voorbeeld, om Hem in het bijzonder te dienen. En ik ben benieuwd of je weet, ja, wat voor iemand is dit? Wat voor taak heeft deze persoon gekregen? Als je het weet, mag je je vinger opsteken. Wat is dit voor iemand? Welke taak had deze persoon? Zeg maar. Het is de hoge priester, precies. Een van de priesters en de meest bijzondere priester, de hoge priester, die het volk moest voorgaan in het dienen van God. God roept iedereen om hem te dienen, maar de priester moest daarin voorop gaan. Maar niet alleen priesters, maar ook andere mensen, zoals bijvoorbeeld deze. Die is misschien wat lastiger. Maar dat is iemand die met pen bezig is, die met het woord bezig is. Als je het weet, mag je je vinger opsteken. En anders zeg ik het gewoon. Heb je een idee? Een schrijver? Ja, een profeet. Die had ik ermee bedoeld. Maar die schreef ook, ja. Een profeet. God die roept in het Oude Testament profeten, mensen, om het volk, het woord van God te laten horen, zodat heel het volk God zou dienen. Dus, priester, profeet,
En nog één. Het is een plaatje van het zalven van iemand. Iemand die je geknield, er gaat zalfolie overheen. Je wordt gezalfd tot koning. Zoals koning David bijvoorbeeld. En God die roept David tot koning om hem te dienen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat het volk de Heere dient. Nou, dat is zoals het in het Oude Testament ging. Nou, in onze gemeente, zou je kunnen zeggen, hebben we geen priester, geen profeet, geen koning zoals in het Oude Testament. Maar ik ben dominee, je hebt dominees, predikanten, je hebt ouderlingen, diakenen, je ziet ze hier voorin zitten. En die hebben eigenlijk hetzelfde doel. Wij zijn door God geroepen, ja, om zelf God te dienen, maar zodat iedereen, ook jij, God zal dienen. Nou, daar gaat het dus vanmiddag over. We lezen met elkaar eerst uit de Bijbel, uit 1 Timotheus 3. En vervolgens gaan we ook naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. We slaan eerst de Bijbel open in 1 Timotheus 3. Waar we lezen over de vereisten voor de opzieners, voor de ouderlingen dus, en voor de diakenen. Paulus schrijft daar: dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, omdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, omdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst, en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover 1 Timotheus 3. Op dit gedeelte en ook andere delen uit de Bijbel is het onderwijs van de Nederlandse geloofsbelijdenis gegrond. En we lezen artikel 30 en 31. En vervolgens zingen we uit de morgenzang vers 3, 4 en ook 5. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden in overeenstemming met de geestelijke orde die onze Heere ons in zijn woord geleerd heeft. Namelijk dat er dienaren of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. En opzieners en diakenen om met de herders de raad der kerk te vormen en aldus de ware godsdienst in stand te houden en te zorgen dat de ware leer voortgang heeft. Dat de overtreders op geestelijke wijze bestraft en in toom gehouden worden, en dat de armen en bedroefden geholpen en getroost worden, naarmate zij het nodig hebben. Op deze wijze zullen alle dingen in de kerk
in goede orde geschieden. Wanneer personen gekozen worden die trouw zijn, overeenkomstig de regel die de heilige Paulus daarvoor geeft aan Timotheus. 1 Timotheus 3. Wij geloven dat de dienaren van Gods woord, de ouderlingen en de diakenen, tot een ambten door de kerk behoren aangewezen te worden, langs de weg van wettige verkiezing door de kerk, onder aanroeping van Gods naam en in goede orde, zoals Gods woord leert. Daarom moet ieder zich er terdege voor wachten om zich met ongeoorloofde middelen in te dringen. Maar hij is verplicht de tijd af te wachten dat hij door God geroepen wordt en daardoor het overtuigend bewijs te hebben dat zijn roeping van de Heer is. Wat de dienaren van het woord betreft, zij hebben, op welke plaats zij ook zijn, gelijke macht en gezag. Daar zij alle dienaren van Jezus Christus zijn, de enige algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk. Bovendien zeggen wij, omdat de heilige verordening van God niet geschonden wordt of in verachting raakt, dat ieder voor de dienaren des woords en de ouderlingen, en daar voeg ik aan toe de diakenen der kerk, bijzondere achting moet hebben om het werk dat zij doen en met hen in vrede moet leven, zonder morren, twist of tweedracht, zoveel als mogelijk is. Tot zover.
Ik hoop dat u straks in uw hart ja, ik zeg als het gaat over de psalm die we nu naar de preek gaan zingen. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het Allerhoogst en eeuwig goed? Dan hoop ik dus dat u zegt in uw hart, ja ik, dat wil ik. Dan zingen we erachteraan, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, vers 6 en 10, na het amen van de verkondiging. Het thema voor de preek van vanmiddag is, tot uw dienst bereid. Tot uw dienst bereid. Drie punten als structuur voor de preek. Geschonken, geroepen en gebonden. Dus ambtsdragers zijn tot uw dienst bereid. Die zijn geschonken door God zelf. Geroepen in Gods gemeente. Zijn gebonden aan Gods woord. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. U hier en u die op afstand verbonden bent. Daar zitten ze. Een groepje jongens met elkaar in een kring. Ze zitten in het gras zo. En in het midden daar staat zo'n pot. Misschien heb je ook wel zo'n pot gezien. Een kletspot. En in die kletspot daar zitten allemaal papiertjes. Met vragen. En de bedoeling is dat je één voor één zo'n papiertje eruit haalt. Die voorleest. En dan ook een antwoord geeft. En dat is heel erg leuk en leerzaam. Maar soms ook wel een beetje spannend. Want ja, wat voor vraag pak je? En waar moet je dan ook antwoord op geven? Nu is Finn aan de beurt. En Finn die stopt zijn hand in de pot. Pakt een papiertje. Leest de vraag even snel voor zichzelf. En dan hardop. Wat zou je willen worden? Finn die denkt even na. En zijn vrienden om hem heen, die kijken naar hem en ze zijn benieuwd. Wat zal die zeggen? Brandweer? Zou hij bij de brandweer willen misschien? Of arts in het ziekenhuis? Of net als zijn vader, hovenier? Wat zal die willen worden? En Finn die kijkt op een gegeven moment op. Zegt, eigenlijk zou ik wel ouderling willen worden. Nou, zijn vrienden kijken hem aan. Huh? Wil jij dat worden? Ja, ze weten heus wel, hij gaat natuurlijk naar de kerk. En hij bidt ook wel en zo, en hij is er bezig mee, maar... Ouderling in de kerk, zo iemand worden met zo'n pak aan en dan op bezoek moeten. Zijn vrienden kijken maar een beetje vreemd. Wil je dat worden? Ja, hoe zouden wij reageren? Als een van onze vrienden zegt, als ik nou iets wil worden, dan is het dat. Ouderling. Of misschien predikant of diaken. Hoe zou u reageren als een van uw kinderen zegt, ik zou ouderling willen worden? Of diaken? Of ik zou eigenlijk wel dominee willen worden? Hoe zouden wij reageren als misschien wel een jongere uit de gemeente, een jonge man, vanmiddag zegt, ja, dat gaat over mij. Want ergens in mijn hart wil ik heel graag dominee, ouderling, diaken worden. Hoe reageren we dan? Zullen we dan reageren op de manier zoals we net gelezen hebben? In 1 Timotheüs 3 vers 1 staat, als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, van presbyter, van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een andere vertaling zegt, als iemand leider van de gemeente wil worden, is dat een eerzaam streven. Dat is iets voortreffelijks, iets geweldigs, iets eerbaars. Als je daarna verlangt, ja, dat is toch geweldig. Zeker als je beseft dat wij van nature God niet zoeken, geen behoefte aan hem hebben, niet met hem willen leven. En als er dan toch iets bij ons van binnen groeit van, Heere, ik wil u graag dienen. Dat is Gods werk. Dat is een teken dat de Heere doorgaat. Dat is iets wat de Heere geeft. Natuurlk kun je bij een jonge jongen als Finn, kun je denken, nou, laat het nog even beklijven. Geef het nog maar even de tijd. We zullen het in de toekomst wel zien. De toekomst zal het uitwijzen. Maar toch is het iets om dankbaar voor te zijn. En dan kun je natuurlijk denken aan predikant, ouderling, diaken. En natuurlijk ook veel breder. Maar gezien de focus van de Nederlandse geloofsbelijdenis, focussen we op het ambt. En als het gaat over het ambt, dan zegt onze woordenboeken, die zeggen, het ambt dat is een
openbare taak in dienst van de gemeenschap. Het is een openbare taak in dienst van de gemeenschap. En ik zou vanmiddag dus als allereerste de vinger willen leggen bij dat God mensen schenkt. God schenkt ambtsdragers aan zijn volk, aan zijn gemeente. En dan loop ik even eerst het Oude Testament door. Want God die schenkt dus, zoals we net zagen bij dat plaatje, priesters. Het volk vraagt er niet om, maar in Exodus 28 roept God Aaron en zijn zonen tot priester. En hij laat merken, de taak die jullie krijgen, die is van groot belang. Jullie hebben een publieke taak, ten dienste van de gemeenschap. Jullie moeten ervoor zorgen dat je zelf dicht bij de Heer leeft, zodat het volk God dient. Dat de bediening van de verzoening doorgaat. Het volk vraagt er niet om, maar God schenkt priesters. En hij schenkt profeten. Mensen die geroepen worden om zijn woord te spreken, zoals Jesaja. Jesaja die zelf al zegt, nee dat kan ik niet, dat wil ik niet. Ik ben een mens onrein van lippen. Maar die dan in Jesaja 6 een engel ziet komen, een seraf met een hete kool. En die dan zijn lippen aanraakt en hem rein maakt als het ware. Jesaja die net als andere profeten geroepen wordt om zelf God te dienen. Maar ook Gods woord te vertolken, zodat het volk God dient. God schenkt zo profeten. Priesters, God schenkt zo koningen, zoals David. Samuel die dacht aan heel iemand anders. Maar de koning die God voor ogen heeft, dat is David, die bij de schapen vandaan geroepen wordt. Hij wordt geroepen om op die manier, met die taak, God te dienen. Maar ook om ja, als een herder koning het volk te leiden, te wijden, zodat hij zelf voorop en het volk achter hem aan God zou dienen. God geeft dat. En zo zingen we met Psalm 89, vers 8. En onze koning is van Israëls God gegeven. Die drie licht ik er nu uit. Natuurlijk kun je ook denken aan de tijd van de aartsvaders en de tijd van de richters, maar daar mag u thuis nog eens verder over nadenken. In ieder geval, deze drie ambten geeft God in het Oude Testament, zodat zijn volk God zou dienen. Ja, we leven natuurlijk wel een stukje verder in de tijd. Hoe ging het in het Nieuwe Testament dan? Nou, al vroeg in het Nieuwe Testament, of eigenlijk vlak na de opstanding van de Heer Jezus en de hemelvaart, leggen de apostelen de vinger erbij. Het is niet meer compleet. We worden nog wel de 12 genoemd, maar ja, er mist er één. Judas Iscariot, hij is niet meer één van ons. En de apostelen die denken het goed om een tweetal te stellen. Jozef, die Barsabas heette, en Matthias. En vervolgens roepen ze Gods naam aan en bidden ze, u Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening. En Matthias wordt gekozen door het lot te werpen. En met instemming van allen wordt hij toegevoegd aan de kring van de apostelen. Aan de kring van oog- en oorgetuigen die Jezus zelf hebben gekend. Maar goed, dan gaan we verder in de tijd. Dan heb je niet alleen maar apostelen meer, niet alleen maar oog- en oorgetuigen van de Heer Jezus zelf. Maar zijn ook ouderlingen nodig. Oudsten, opzieners, episcopos, is het in het Grieks. Of presbyteros. En je ziet dan dat dat weer iets anders gaat. Was het in Handelingen 1 dat het lot geworpen werd? In Handelingen 14 vers 23 lees je dat er handen worden opgestoken en zo die ouderlingen worden gekozen. In Titus 1 vers 5 staat dat Paulus zegt tegen Titus, je moet langs gemeenten gaan en daar ouderlingen aanstellen. Je ziet dus een ontwikkeling. Handelingen 1, het lot werpen. Handelingen 14... handen opsteken, Titus, iemand met gezag stelt een ander aan, een andere ambtsdrager heeft daar leiding in. Toch blijft één ding duidelijk, en ik vind dat mooi samengevat in Efeze 4 vers 11, waar staat, en hij, de Heere God, in het bijzonder de Heer Jezus zelf, heeft sommigen gegeven
als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. God schenkt mensen met een bijzondere taak, zodat het volk God dient. Met de Dordtse leerregels zeggen we, om de mens tot geloof te brengen, zendt God, God doet dat, in zijn goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil, wanneer hij wil. In de lijn hiervan mogen we zeggen dat ja, God u als gemeente, ons als ambtsdrager schenkt. Heeft u het ooit wel eens zo gezien? Dat ambtsdragers geschonken worden door de Allerhoogste aan u als gemeente. Predikanten, geschenk van God. Ouderlingen, geschonken door de Heere. Diakenen, geschonken door God zelf. Wonderlijk, toch? Ja, als dat nou een cadeau is, hè, als ik het zo mag zeggen. Dan kun je er natuurlijk heel verschillend mee omgaan. Als je een cadeau krijgt voor je verjaardag, kun je natuurlijk heel dankbaar zijn. Tjonge, wat mooi. Wat geweldig. Ja, hier ben ik echt ontzettend blij mee. Wat ben ik daar dankbaar voor. Ja, je kunt het ook heel gewoon vinden. Natuurlijk, ik ben jarig. Ik heb wat gevraagd en je krijgt altijd een cadeau. Dus ja, het fatsoen bedank je. Maar het is toch ook gewoon hè, dat het er is. En je kunt er ook niet blij mee zijn. Krijg ik dit? Nou, ik had toch echt graag wat anders gehad. Ik had toch graag anders gezien. God schenkt ambtsdragers. Die zelf God dienen. En die geroepen zijn om u voor te gaan in dat dienen. Zodat we met elkaar die grote God dienen. En eigenlijk zou ik u willen vragen. Als u, als jij op dit moment geen ambtsdrager bent. Zou God jou mogen geven aan onze gemeente? Zou de Heere jou mogen geven als een geschenk van hem? Om als ambtsdrager de gemeente te dienen. Jongelui, bijzonder jonge mannen. Heb je er al eens over nagedacht of God jou misschien roept om dominee te worden? Predikant? Waarom wel, waarom niet? Mag God misschien in jouw leven jou vormen, jou kneden, zodat jij straks klaar bent om op die manier te dienen? Predikant? Ouderling? Diaken? Of misschien wel veel breder, en dan trek ik het ook wat breder. Er zijn natuurlijk niet alleen heren aanwezig, maar ook dames. Broeders en zusters, mag God ons schenken aan zijn gemeente? De Heer Jezus zei in Lucas 10 vers 2, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Mag hij jou uitzenden? Als diaconaal werker, zendingswerker, evangelisatie. Gewoon naast je werk, naast je studie, of misschien wel fulltime. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik dat dan? Hoe weet ik dan of de Heer dat van mij wil? Want ja, ik krijg geen briefje uit de hemel, toch of wel? Of misschien ben je jongere en zeg je, nou, ik was een keer op een jongerenavond. Dat was een charismatisch spreker. En die zei tegen mij, ja, jij wordt misschien wel voorganger. Of die zei het misschien wel met klem. Jij wordt voorganger. Ja, wat moet je daarmee? De volgende zegt, ja, ik voelde me geroepen om die taak te gaan doen. Maar ik werd niet aangenomen. De deur ging dicht. Wat is dat? Waarom vinden die mensen dat? Of waarom heb ik die competenties niet? De volgende zegt, ja, ik heb nu een hele belangrijke taak in Gods Koninkrijk. Nee, ik ben geen ambtsdrager in de gemeente. Maar ja, als ik als ambtsdrager aan de slag ga, dan kan ik dat niet meer doen. Is dat wat God wil? Hoe moeten we dat zien? En de volgende zegt, ik zou wel ambtsdrager willen zijn, maar het legt zo'n beslag op mijn gezin. Dat kan eigenlijk niet. Tja, maatwerk is nodig. Maar ik hoop en ik bid dat er bij ons van binnen, bij ons allemaal, een houding is van Heere. Wat wilt u dat ik doen zal?
Als we kijken naar die God die in zijn liefde zei: ik heb deze wereld zo lief dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb, geschonken heb. Die God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft in de dood aan het vloekhout. Als dat wonder iets bij ons doet, als je iets van die genade kent, dan is het toch ook iets bij ons van binnen die zegt: Heere, hoe mag ik u dienen? Als ambtsdrager? Of misschien wel een andere taak in uw koninkrijk? En is mijn indruk verkeerd? Dat ik de indruk heb dat ten opzichte van jaren geleden, dat carrière, sport en aardse dingen toch al vaak als argument gebruikt worden: daarom kan ik dat niet doen. En dat de vraag, wat wil ik, toch stiekem belangrijker gevonden wordt dan, wat wilt u? Denk daar eens over na. De Heere schenkt ambtsdragers en mag hij ons ook schenken, op welke plaats we ook hebben. Ja, dan worden we ook geroepen. Tweede punt van de preek. Kijk, bij Paulus ging dat natuurlijk bijzonder. Geen briefje uit de hemel, maar een stem uit de hemel die hem terugriep. Stop! Die hem blind maakte. Ja, zo was dat heel bijzonder en je kunt er misschien naar zoeken. Heere, wat wilt u? En je legt een advertentie die je aanspreekt. Leg je op je bed en je bidt ervoor, maar er gebeurt niks. Tja, hoe ga je daarmee om? Nou, zeker als het dan gaat over de Nederlandse geloofsbelijdenis, is het denk ik belangrijk om te zien welke plaats die inneemt. Guido de Bret schrijft deze Nederlandse geloofsbelijdenis in de tijd dat je veel invloed hebt vanuit de kerk van Rome en ook van de wederdopers. En ik denk dat het helder kan zijn als je die twee even neerzet. Dus daarom doe ik dat. Als je kijkt naar de ambtsstructuur in de kerk van Rome, dan merk je dat de ambtsstructuur als het ware boven de gemeente staat. Iemand is bisschop, presbyter, episcopos, ouderling, bisschop. Ja, waarom? Omdat je voorganger je als het ware heeft aangewezen. En die is weer aangewezen door zijn voorganger. En die door zijn voorganger. Zo wordt het als het ware doorgegeven in de lijn van voorgangers. Tot je uiteindelijk komt bij Petrus, die uiteindelijk is aangesteld door de Heer Jezus. En zo worden de voorgangers aangesteld door de andere voorgangers. En dan merk je, dan is de gemeente daar niet zo bij betrokken. Dat doen de bisschoppen onderling. Dan gaat het wel over de gemeente en het is voor de gemeente, maar de gemeente zelf is er eigenlijk niet zo bij betrokken. Er ontstaat een scheiding tussen de ambtsdragers en de gemeente. Als je kijkt naar de wederdopers, dan is dat misschien niet iets wat wij vandaag de dag zo zien, maar toch wel, denk ik. Omdat je dat in evangelicale kringen nog wel vaak naar voren ziet komen. En dat is alle nadruk op je persoonlijke roeping. Dat je van binnenuit geroepen wordt door God. En dat kan. Dat God in je hart een verlangen legt om hem te dienen. Een drang om predikant te worden of op een andere manier hem te dienen. Maar ja, wil dat dan ook gestalte krijgen, heeft het een kanaal nodig. Een goede weg. Want ja, stel je voor dat iemand zegt: ik ervaar dat God mij roept. Dan moet dat wel getoetst worden. Want de Bijbel zegt ook dat ambtsdragers moeten toezien op de leer, moeten waken voor dwaalleer. Zei Paulus het niet, dat er valse herders zouden komen? En was het de Heer Jezus niet die dat ook zei? Artikel 31 zegt: daarom moet ieder zich er terdege voor wachten om zich met ongeoorloofde middelen in te dringen. Want ja, wat als ik zeg dat ik me geroepen weet vandaag om het woord te brengen, en iemand anders die zegt: ja, maar ik weet me vandaag ook geroepen om het woord te brengen. Ja, wie moet dan preken? En wat als mijn persoonlijkheid ervoor zorgt dat ik misschien ook makkelijk dingen inbeeld? Tja, kan wel heel kwetsbaar zijn. Wie zegt dat dat verlangen komt van de geest van God en niet alleen van mijn geest? Het vraagt een stukje wijsheid. Als je dan kijkt naar de Nederlandse geloofsbelijdenis en de weg die wij dus volgen, dan zie je dat daar een weg tussenin gezocht wordt. Want we kunnen ook naar de Bijbel kijken. Je ziet in Handelingen 1
dat er een tweetal gesteld wordt tussen Matthias en Jozef. De bestaande ambtsdragers hebben daar een rol dus in. Bij Titus staat dus dat een bestaande ambtsdrager, dat hij geroepen is om andere ambtsdragers aan te stellen. Dus bestaande ambtsdragers hebben een rol in het krijgen van nieuwe ambtsdragers. Maar dat niet alleen, in Handelingen 14 hebben we net gelezen, heb ik net aangehaald, wordt dus gestemd door de gemeente, bij handopsteking. Wie wel, wie niet, hoe dan precies? Dus de gemeente is erbij betrokken. En als je dan leest in Handelingen, of 1 Timotheus 3 vers 1, dan gaat het over je persoonlijke verlangen. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Dan zie je dus die drie naar voren komen. De huidige ambtsdragers hebben daarin een rol. De gemeente heeft een stem. Maar je ziet ook dat er persoonlijk van binnenuit een verlangen is. Nou, is dat ook niet ergens hoe wij dat als gemeente doen? Als je opgeroepen wordt om namen aan te dragen. En dan kijkt u natuurlijk niet allereerst wie past in uw straatje. Toch? Maar dan kijkt u nog eens naar 1 Timotheus 3 en zegt u, nou, die broeder is volgens mij geschikt om op tal gezet te worden. En die naam geef ik door. Vervolgens zijn wij als ambtsdragers, huidige ambtsdragers, aan zet. En wij bidden, wij spreken daarover. Wij roepen de naam van de Heere aan en daar komen we tot een tal. Ook wij kijken onder andere naar 1 Timotheus 3. Is iemand trouw in de kerkgang? Gaat iemand aan het avondmaal? Is er iemand waarvan wij denken dat er een goed getuigenis gegeven wordt? Onberispelijk. En zo zoeken we biddend wie wij denken die geschikt zou zijn om te dienen in het ambt. En dan mag u stemmen. Nee, niet met handen opsteken zoals in Handelingen 14. Maar dat doen we schriftelijk. En dan geloven we dat degene die gestemd wordt, de meeste stemmen krijgt, bij zichzelf te raden mag gaan. Van binnenuit ervaar ik nou ook dat dit een roeping van God is. En dan zeggen wij, wanneer je door de gemeente verkozen bent, word je door de kerkraad benoemd en word je door God zelf geroepen. En dan heeft het dus gewicht om ja te zeggen, maar ook gewicht om nee te zeggen. Dat doe je niet zomaar. Ja, er kunnen goede redenen voor zijn om ja of nee te zeggen. Maar dat mag je voor Gods aangezicht zeggen. We mogen in ieder geval diep dankbaar zijn dat de ambten vervuld zijn in onze gemeente. En wat is het ergens zorgelijk als er gemeenten zijn waar de ambten maar niet vervuld worden. Misschien ligt er ook al een diep probleem onder. Is de Heer zijn kandel aan het weghalen? Of vinden we het niet belangrijk meer? Misschien zit u, misschien zit jij vanmiddag wel te luisteren. En zeg je ja, als het gaat over het ambt, ik kan dat niet. Ja, ik wil dat niet. Oh, er zijn er meer in de Bijbel die iets niet willen, maar die uiteindelijk toch geroepen worden. Mozes die kon het niet, die wilde het niet, die durfde niet, die had niet. En hij had misschien wel helemaal gelijk, maar de Heer riep hem toch. En juist omdat hij gehoor geeft aan zijn roepstem, mag hij het volk leiden. En mag hij tot zegen zijn. En zo mogen we zelf ook de zegen zien. Ik denk dat het ook een zegen is als ambtsdragers, toch? Je durft nu natuurlijk geen nee te zeggen. Want het is een aanslag soms op je agenda. Het kan soms best pittig zijn om ambtsdrager te zijn en tegelijkertijd vader, echtgenoot, om je werk te moeten doen, om ook andere taken in Gods koninkrijk te hebben. Maar is het vaak ook niet zo dat je zegen mag ontvangen? Dat als je op bezoek gaat, dat je van heel dichtbij mag zien hoe God werkt. Of als je een diaconaal bezoek brengt, dat je iets van die barmhartigheid mag tonen. En dat God daar dan doorheen werkt. Als je denkt aan de avond met de belijdenskattengezanten in april. 20 jonge mensen die zomaar ja zeggen. Maar niet zomaar van harte. En dan mag je als ambtsdrager met je neus bovenop staan. Dat is toch geweldig en bemoedigend. En soms kan het ook ingewikkeld zijn. Hoe moet je keuzes maken? Maar het is een voorrecht om geroepen te zijn. Om mensen te mogen bevragen. Op te scherpen. Om mensen verder te mogen helpen. Nee, niet omdat je het zelf allemaal weet. Maar omdat de Heer je daartoe roept. Ja, zegt iemand, kan ik dat wel? Ben ik wel geschikt? Nou, laten we dan vooral beginnen met bidden.
Heere, wijst u ons de weg. En laat dan ook luisteren naar zijn woord. Want we mogen ook als ambtsdragers geweten dat we gebonden zijn aan zijn woord. We zijn bij het derde punt van de preek. Dus geschonken, geroepen, gebonden. De gemeente is het huisgezin van God. De gemeente is het eigendom van de Heere. De Heer heeft deze gemeente gekocht met zijn eigen bloed. De Heer heeft deze gemeente, heeft u jou zo lief, dat hij zijn leven gaf voor haar, zijn bloed vergoot. Ja, dan moeten wij als ambtsdragers deze gemeente ook lief hebben. En dienend leiden. Ja, in artikel 30 staat, de kerk moet geregeerd worden volgens de geestelijke orde die de Heer ons in zijn woord geleerd heeft. Dan staat er achteraan, namelijk dat er dienaren of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat is mijn allereerste roeping dus. Het woord bedienen, sacramenten bedienen. Maar dan ook dat er opzieners en diakenen zijn. En met elkaar, zegt artikel 30, mogen we ervoor zorgen dat de ware godsdienst in stand wordt gehouden. Dat we God op een ware manier dienen. Dat de ware leer zijn voortgang heeft. Dat er geen dwaalleer binnenkomt. Dat de overtreders op geestelijke wijze bestraft worden. In een toom gehouden worden. Dat de armen en bedroefden geholpen en getroost worden. Naar wat ze nodig hebben. Dat is waar we toe geroepen zijn. En dan zijn er een aantal lijnen die voor ons als ambtsdragers belangrijk zijn. Gods woord allereerst. Maar ook de belijdenisgeschriften. En daarnaast de kerkorde. En de gezamenlijke afspraken. Ja, dat wij als ambtsdragers gebonden zijn aan Gods woord, dat spreekt voor zich, denk ik. Dat is onze leidraad van iedereen. Maar ook de belijdenisgeschriften zijn erin belangrijk. Waarom de Nederlandse geloofsbelijdenis vanmiddag? Waarom onderschrijven we dat? Heeft alles te maken met discussies over onderdelen van de Bijbel. Over de mensheid van Jezus. Over de godheid van hem. Over de drie-eenheid. In het verleden zijn er discussies over geweest en uiteindelijk is in die belijdenisgeschriften samengevat, wat geloven we nu? Waar staan we voor? En mocht je zeggen, ja, die belijdenisgeschriften, het zegt me niet veel, ja, dat is één. Mocht je zeggen, er klopt iets niet in die belijdenisgeschriften, dan mag u als gemeentelid dat aangeven bij ons als kerkraad. Gaan we als kerkraad daarover spreken? Als we het ermee eens zijn, leggen we het neer bij de klasses. Als de klasse zegt, ja, wij onderzoeken dat, we zijn het er ook mee eens, dan leggen we dat bij de synode. En dan kan de synode besluiten om eventueel wat aan te passen. Om een wijziging aan te brengen in de geloofsbelijdenissen. Maar dat gaat dus niet zomaar. Maar de belijdenisgeschriften zijn voor ons belangrijk. Maar ook de kerkorde. Kijk, er zijn dingen waarin de Bijbel niks over staat. Er staat niet dat je moet zingen met een orgel. Er staat niet in de Bijbel welk instrument je ervoor moet gebruiken. Ja, het is wel goed om daar afspraken over te maken. Er staat niet, welke kleur pak we moeten aantrekken. Welke kleur stropdas. Nee. Maar het is wel goed om af te spreken hoe we dat dan doen. En wie de orgel speelt en wat we daarin vragen. Toch? Dingen die je met elkaar zo dichtbij mogelijk bij het woord probeert af te spreken en zegt, zo doen we dit met elkaar. Als predikanten beroepen. Kijk, we hebben met elkaar in Nederland afgesproken. Als het verkeerslicht op groen staat, dan rijden we door. Staat hij op rood, stoppen we. Nou, op zichzelf zou je het toch ook om kunnen draaien, toch? Als het verkeerslicht op rood staat, rijdt iedereen door. Staat hij op groen, dan stoppen we. Dan zeg je, dat is lastig. Nee, dat klopt. Dat komt omdat we afspraken gemaakt hebben, zodat het verkeer veilig is. Nou, zo hebben we met elkaar ook afspraken gemaakt, zodat de dingen in goede orde verlopen. Zodat we God op een geordende manier in vrede kunnen dienen. Sommige dingen kun je niet als gemeente op jezelf. Predikantenopleiding, ja, kun je als Pneeuwkerk in je eentje willen. Maar het is toch veel mooier als je dat kan doen met elkaar, met één universiteit. En dan moeten we wel met elkaar afspreken wie dan toegelaten wordt. En daar heb je weer een curatorium voor. En dat betekent dus, op het moment dat u gemeentelid bent van de CGK, als u ambtsdrager bent, dat u uw handtekening zet. Van ik hou me aan de Bijbel als Gods woord, ik hou me aan de belijdenisgeschriften, en ik hou me ook aan de kerkorde en aan de gezamenlijke besluiten.
Daar zet ik mijn handtekening onder. Want er zijn dingen waar je als persoon anders over kan denken, maar waar je breder moet denken. En dan wordt er door broeders gezocht, de kerkraad, klasses, synoden. En er wordt er voor Gods aangezicht een besluit genomen. En dan kiest een CGK er dus voor, een gemeente, vrijwillig bind ik me hieraan. En het ingewikkelde is daarom ook in onze huidige situatie, dat er heel wat CGK's zijn, waarvan kerkenraden hun handtekeningen gezet hebben onder het formulier. Ik hou me aan de Bijbel, ik hou me aan de belijdenisgeschriften, ik hou me aan de kerkorde en de gezamenlijke afspraken, maar die vervolgens dat met de voeten treden. Dat is iets wat er aan de hand is. Gebed is dus nodig. In ieder geval om het misschien wat meer dichterbij te brengen. Als Paulus in Handelingen 20 reist, gebonden door de geest, dan ontmoet hij de ouderlingen van Efeze. En dan zegt hij een aantal dingen tegen ze. En dan licht ik er vanmiddag dit uit. Hij zegt tegen die ouderlingen: zie toe op uzelf en op heel de kudde. Zie toe op uzelf en op heel de kudde, waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Broeders, wij moeten toezien op onszelf. Het geldt natuurlijk voor iedereen, en bijzonder als we ambtsdrager zijn. We kunnen soms heel druk bezig zijn met hoe het gaat in de kerk, met allerlei dingen regelen. Is dat erg? Nee. Maar het woord zegt, zullen we ook toezien op onszelf. Paulus die zegt ook tegen die ouderlingen van Efeze: er zullen wrede wolven komen, die zullen opstaan en de gemeente niet sparen. Er zullen mannen opstaan van binnenuit de gemeente die de waarheid verdraaien. Er zullen discipelen weggetrokken worden. En daarom zegt Paulus: zie toe op uzelf en dan op de kudde. Broeders, zullen we toezien op onszelf. Het is ook goed om in die zin censura morum te houden met elkaar. Om toezien op onszelf als raad. En natuurlijk ook breder. Als u JPW'er bent. Als je een diaconale taak hebt. Als je leidinggevende bent. Ook als man en vrouw. Als vader en moeder. Zie toe op uzelf. En op de kudde. Op dat stukje van de kudde waar je verantwoordelijkheid over hebt. Want er kunnen wrede wolven komen. Waarheid kan verdraaid worden. Zullen we daarna ook toezien op de kudde, op elkaar. Zoals God in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, en op de dag van vandaag, elkaar roept als kudde, als gemeente, die samen van het wonder van zijn genade leeft. Hem dient. Ja, gemeente, mag ik u dan om twee dingen vragen als het gaat over ons als ambtsdragers? Mag ik u vragen om respect en gebed. Respect voor de ambtsdragers en gebed voor ons als ambtsdragers. Respect, naar het staat in artikel 31. Bovendien zeggen wij dat ieder voor de dienaren des woords en de ouderlingen, en daar voeg ik vrijmoedig de diakenen aan toe, van de kerk bijzondere achting moet hebben om het werk wat zij doen. Nee, gemeente, zet ons niet op een voetstuk. Doe niet alsof wij zonderloze mensen zijn. Doe niet zo omdat wij aardig of leuk zijn. Maar behandel ons met respect om het werk wat wij doen. Respecteer ons zo dat wij u als kudde kunnen wijden. En dat wij als kudde meer en meer zien van Gods grootheid en genade. Van zijn trouw. En daarom heb respect, maar ga ook voor ons in gebed. Want wie van ons is bekwaam? Ik sta hier als gewoon broos mensenkind, met mijn eigen karakter, met de mooie en de minder mooie dingen. Maar weet dat Satan rondgaat als een brullende leeuw. En hij vindt het heerlijk als ook de ambtsdragers van de Pnio-kerk vallen voor hoogmoed. Kijk mij eens, ik heb nu ook dat pak aan. Hij vindt het heerlijk om ons te verleiden om in zonde te vallen. Hij vindt het heerlijk om oneenigheid te stoken in de raad. Wilt u ons behandelen met respect? Natuurlijk, u mag gerust zeggen als er dingen niet kloppen of anders moeten. Maar doe het altijd met gebed, zodat God door ons geëerd wordt. Zodat wij als zijn kerk gebouwd worden. Omdat wij kudde van zijn
herder, van hem als herder zijn. En dat als ambtsdragers. Maar ook u als gemeente kunnen zeggen, Heren, hier zijn wij. Tot uw dienst bereid. En dan zijn de ambtsdragers door God zelf geschonken. Dan zijn wij geroepen in Gods gemeente. Dan zijn wij gebonden aan Gods woord, de belijdenisgeschriften en de afspraken. Tot slot. Wat zou het mooi zijn als er misschien vanmiddag een Finn in de kerk zit. Die niet zo heet, maar misschien anders. Die als er aan hem gevraagd wordt, wat wil je worden? Ik zou eigenlijk wel ouderling willen worden. Of dominee. Of diaken. Wat geweldig. Ik hoop echt dat als dat je verlangen is, dat de Heer je kneedt en vormt, omdat je hem mag dienen. Ik hoop in ieder geval dat iedereen op de vraag die we gaan zingen zegt, ikke, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Als u zegt ik, staat er achteraan, God zal zelf zijn of haar leidsman wezen, leren hoe hij of zij wandelen moet. Amen.
Zullen we samen tot God gaan? Heren, als uw gemeente zoeken wij uw aangezicht. Heren, dan weet u zelf wat dat woord van u vanmiddag, het lezen daarvan, de geloofsbelijdenis en de verkondiging, wat dat bij ons van binnen doet. Wat bij ons resoneert. Met vreugde of misschien wel met een stukje weerstand. Heren, u weet precies wie we zijn. En u weet zelf wat nodig is voor uw gemeente. Heren, en dan zoeken we in alle kwetsbaarheid, zoeken wij de weg te gaan. In onze traditie, op onze plaats hier in Nederland, in Veenendaal, in 2024. En dan willen we u danken voor al het werk wat u al hebt gegeven en hebt gedaan. Dat u mensen hebt gebruikt om hier uw kerk te bouwen. Maar gaat u daar ook in de toekomst mee door? Te midden van alles wat er speelt in deze wereld, geef Heere dat we alle van harte u lief hebben en u dienen. We bidden u, Heere, om arbeiders in uw wijngaard. De velden zijn wit om te oogsten. Er zijn weinig arbeiders. Heer, roep mensen. Zend mensen. Maak mensen bekwaam om u te dienen met hun gaven en talenten. Fulltime. Parttime. Heere, u weet precies wat nodig is. En dan zijn wij kwetsbare, gewone mensen. Net als David. En net als anderen. Zondaren. Heer, ook als ambtsdragers zijn we niet volmaakt. Maar we bidden u, Heer, wilt u ons vullen met uw geest, zodat wij in eenheid elkaar mogen opscherpen. Elkaar mogen dienen. Elkaar mogen helpen om onze wijken voor te gaan. In het werk van barmhartigheid, in het leven met u. Zegent u ons daartoe alle persoonlijk, ook als we een bijzondere taak hebben. Als voorzitter, als evangelisatieouderling, jeugdouderlingen, scriba. Heer, wij bidden u om uw zegen, ook over voor de kerkraadsondersteuner. We bidden u zo om uw zegen, over het werk dat gedaan wordt door de diaconie. Heer, u weet wat wij als gemeente nodig hebben. Wilt u ons dan met uw geest verblijden, door uw geest vormen. En geef dat zo de vruchten van de geest openbaar komen. Werkt u ook in de jonge mensen van de gemeente, heren. Gebruik daarvoor de gesprekken, de contacten, de opvoeding. U weet, heren, dat we van nature u niet zoeken. Maar geef, heren, dat, net als bij die Finn in het voorbeeld, dat er een verlangen is om met u te leven en om u te mogen dienen, wat voor manier dan ook. Heren, zendt u zo mannen, jongens uit in uw dienst. Maar zegt u dames en meiden, roept u ze ook om op hun manier u te dienen. Heren, zo kijken we op naar u. Wij zijn uw gemeente. Wijd ons dan als uw kudde, omdat de mensen om ons heen ons mogen zien. En daardoorheen mogen zien dat u de goede herder bent. En dat er niets beters is dan met u te leven. Dat er houvast is in leven en sterven. Grote God, gaat u zo met ons mee de rest van deze dag, de week in, de toekomst in. Zegent u onze woorden, gedachten, geef de duivel geen plaats, heren. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven in de dienst van de heren. Vervolgens zingen we zo mogelijk staande Psalm 134, vers 1 en ook vers 3.
Ontvang biddend die zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.